De voorzitter van de Surinaamse politiebond, Raoul Hellings, betreurt het dat zijn naam en die van de overige bestuursleden door het slijk wordt gehaald. Volgens de voorzitter wordt hij met vuil gesmeten om mogelijk de resultaten van de aanstaande bestuursverkiezingen te beïnvloeden. Deze opmerking maakte Hellings vandaag tijdens een gehouden persconferentie. In de media werd melding gemaakt dat de bestuursleden ervan door zijn gegaan met 5 miljoen SAD. Uit een deel van dat geld zou secretaris Milando Atumpai enkele goederen hebben aangeschaft. Hellings geeft aan dat in tegenstelling tot wat wordt beweerd, de financiële zaken van de bond in orde zijn. Redelijke kas van 2 miljoen SAD aan contant geld hebben en als we kijken naar de gelden die nog moeten binnenvloeien, dan dat we komen op een bedrag van ongeveer 5 miljoen Surinaamse dollar. En als er mensen zijn die het tegendeel beweren, dan zitten we te wachten op de mensen om het bewijs daartoe te overleggen aan ons. En wat zeer verfoeilijk is, is dat men dit tendentieus bericht gebruikt om dat in de privésfeer van de bestuursleden te gaan bemoeien. We hoeven het hier niet aan te geven. Maar als meneer Atumpai een grote auto rijdt, is dat meneer Atumpai zijn zaak. Omdat meneer Atumpai, wanneer hij in het achterland van Suriname is om te ploeteren, u mag het weten, maar het dorp waar meneer Atumpai woont, daar wordt er een goudwinning gedaan. En meneer Atumpai die is ondernemer, hij is makelaar. En de gelden die hij daaruit heeft gemaakt, mag meneer Atumpai besteden zoals hij hebben wil. Als hij 10.000 huizen wil kopen, als hij 10.000 stichtingen wil kopen, wil oprichten, is dat meneer Atumpai zijn zaak. Penningmeester Sergio Gentel geeft aan dat de bond diverse projecten heeft uitgevoerd met de financiële middelen die deels verkregen zijn door het innen van de contributie. Volgens hem is de bond ook bezig geweest met een woningbouwproject om de leden te voorzien in hun behoeften. Hij legt uit dat de bond een lening heeft lopen bij het Algemeen Pensioenfonds van 6 miljoen SRD. Zoals eerder aangegeven, heeft de politiebond 6 miljoen geleend. En alle andere kosten, en rente inclusief, is het meer dan normaal dat het Algemeen Pensioenfonds iets hoger bedrag dan die 6 miljoen gaat laten optekenen. En het is dan, zoals ik eerder heb aangegeven, ook in Mantentaki, heel erg onprofessioneel en ook heel erg onderdag dat de namen van Gentle Hellings en Atumpai met name door het slijk worden gehaald, als zouden wij 9 miljoen hebben geleend, dat afgetrokken van die 4 miljoen waarvoor we die deal hebben gesloten, dan betekent dat er 5 miljoen overblijft. Secretaris Milando Atumpai legt uit dat het project voorzien is van verharde wegen en dat de nutsvoorzieningen reeds aangelegd zijn. Een perceel is voor 97.000 SAD verkocht en het gaat om een totaal van 81 percelen. Dus die 6 miljoen is in principe niet naar de politiebond gegaan. U moet begrijpen, het Algemeen Pensioenfonds, je krijgt geen geld makkelijk van het Algemeen Pensioenfonds. Soms word je moe, omdat je alles nader moet verklaren voor het Algemeen Pensioenfonds. Letterlijk en figuurlijk, soms willen ze eigenlijk bijna een komma zelf moeten voor ze verklaren. Dus 4 miljoen gaat naar die koper van het terrein. En ook niet rechtstreeks hoor. APF stort geen geld rechtstreeks. APF stort die 4 miljoen op rekening van de notaris. Die eigenaar die had een schuld van 150.000 euro. Dus die eerste schuldeiser die neemt zo'n 150.000 euro, gaat weg. Royeert dus die 150.000 over. Wat overblijft, neemt dan die verkavelaar en APF die vestigt dan zijn hypotheek. Zo werkt dat en de mensen weten het ook. APF die zegt van luister politiebond, er is nog 2 miljoen, ik ga je het niet vandaag geven. Ik ga je het geven op het moment je het nodig hebt. En ik ga ook komen kijken en ik wil zien dat je het nodig hebt. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben de andere dingen gedaan. En op het moment we moesten betegelen, heeft APF het resterend bedrag bijkans 2 miljoen overgemaakt. Het bedrag 1 miljoen heeft de penningmeester Sergio Gentel in termijnen overgemaakt voor de bestrater.
Er rest dan nog een bedrag van 500.000.